Goedemorgen en welkom bij Vlogmas dag 13. Ik ben net wakker. Het is 9 uur. Ik wilde meteen gaan ontbijten en gaan sporten, zodat ik dat gehad heb. En ik dacht, ik laat even zien wat ik aantrek met sporten, want ik vond het eigenlijk wel grappig. Oh. In mijn hoofd was het grappiger. Ik dacht, ik doe dit blauwe Divina shirt aan wat ik heb gekregen. En dan doe ik dan op mijn blauwe gym legging. Maar ja, het is toch niet zo leuk als ik dacht, want het is een andere kleur. En het shirt is ook ietsjes te groot. Maar dan mag de pret niet drukken. Ik ga toch sporten, ook al is het niet zo mooi als ik dacht. Ik heb wel zin om even goed wakker te worden, want ik voel me een stuk beter dan gisteren toen ik wakker werd. Dus ik ga lekker sporten. Nee, eerst ontbijten. Rondje 1. Fruit en wat kwark. En chudrans. Ronde 2 is toast met boter. Ik heb 1 dimsum genomen en een ei. En... Oh, ik trek het zakje kapot. Maar een zakje. Even een theetje erbij. En dan hierna gaan we sporten. We zijn in de gym. Wow, een beetje close-upje. We zijn in de gym en ik ga beginnen met cardio. Ik weet niet of ik nog iets anders ga doen. Ben niet. Na het eten heb ik een beetje inkakketje. En ik wil Ex on the Beach kijken. Ik weet niet of dat kan. Maar dat ga ik doen terwijl ik op dat ding sta. Dus ik ben benieuwd. Dat ga ik verder niet vloggen hoor. Dat ik op dat ding sta. Want dat is heel simpel. Dat snapt iedereen. Oké, ik stond dus op dat ding. 10 minuten zweten. Ik denk, er is wat mis met mij ofzo. Ga ik af. Ik ga even op dit bankje zitten hier. Kom ik erachter dat er gewoon keihard de verwarming aan staat hier. Echt gewoon blazen van warm lucht. Alsof er een föhn op je staat te blazen. Ik denk, ah, geen wonder dat ik aan het zweten was. Vond ik best zwaar trouwens. Dus ik ben er 10 minuutjes gewoon gestopt. Ik wilde 20 minuten doen. Volgens mij heb ik er uiteindelijk 11 minuten van gemaakt. Maar, oh man, wat heb ik het heet. Nu ga ik even wat oefeningen doen. En dan is het wel weer mooi geweest voor vandaag. Ja, moet ik niet te zwaar trainen, want ik ben bang dat ik dan mijn lichaam helemaal exhaust en dat ik dan niet meer presteer in de games vanmiddag. Dus ik ga het rustig aanpakken, maar we gaan wel even lekker trainen. Oh my baby, got me staring at you, so I'm crazy, want you bend that back for me. We won't stop, got your feet both locked, you get to flap with me. Can take you down for a ride. I take you around my life. Jaywalking, crosswalking, lip locking, but you, I know it, you know it, we make it. Weer terug op de hotelkamer en ja, het ging wel goed vandaag eigenlijk, het sporten, dus daar ben ik heel blij om. Ik heb mezelf wel een beetje rustig aan gedaan in verband met de games. Ik wil niet helemaal exhausted zijn zoals ik al zei. Nu ga ik heel even vlog editen. Ik had die van dag 11, die is super leuk. Als jullie nu kijken, dat is 2 dagen geleden dan. Die is super leuk, maar er was iets fout gegaan met uploaden. Moet ik die hele video opnieuw renderen, blijkt ik het niet opgeslagen te hebben. Dus nu moet ik hem gewoon opnieuw editen. En dus ja, dat is een beetje balen, maar dat is mijn eigen schuld. Dus ja, daar kun je niet lang over sippen, maar je moet gewoon door. Dus dat ga ik nu even doen. Kan ik meteen even uitwazen en dan ga ik daarna douchen en mezelf klaarmaken voor vandaag. De vlog is geëdit van dag 11, die moet vandaag online. Nu ga ik mezelf klaarmaken. Zin in. Baby.
be staring at you. So I'm crazy. Watch you bend that back for me. We won't stop. Got your feet both locked. You get to fly with me. I can take you down for a ride. I take you around my life. Jaywalking, crosswalking, lip locking, but you. Zo, mijn haren zijn ook gedaan. Zit nog eventjes strak in de krul. Ik ga dadelijk een beetje uitborstelen hoor. Maar eerst even afkoelen. Tijd om me om te kleden. Ik heb eigenlijk niet zo'n zin om dat game... Ja, ik heb zo'n shirtje van MSI. Dat is natuurlijk mijn sponsor. Maar ik heb die al 2 dagen aan. En dan zou ik hem nog 4 dagen aan moeten. Ja, dat ruikt echt niet meer lekker. Dus ik ga vandaag, omdat het ook showmatches zijn, ga ik vandaag gewoon andere kleren aandoen. Ik heb eigenlijk... Ja, ik heb... Dus, dit is wat ik aan heb. Mijn Timberlands met een broek van Bershka. Ja, ik weet niet waarom ik een shoplog doe nu. Maar even een outfit of the day. Maar ik dacht, doe even iets. En ik wilde een sjaaltje, maar deze is super stijf. Maar ik ga hem toch omhouden, want het is een PUBG sjaaltje. En ik vind het wel grappig. Ik heb een zwart shirtje aan. Prachtig. En ik moet nog een vestje aan. Ik zit nu een beetje te twijfelen welk vestje ik aan ga trekken. Want ik heb mijn pantenprint bij me. Ik wil ook andere bij me. Ik zit een beetje. Ik wil eigenlijk pantenprint. Maar misschien is het een beetje te heftig. Het is wel heel heftig met mijn hele kop vol make-up en mijn haar helemaal strak in de krul. Maar goed, we gaan gewoon voor die Nel Veerkamp vibe. Misschien houden ze er wel van in China. We doen het gewoon. Oké, nu ben ik eigenlijk klaar. Dus nu ga ik denk ik nog wat video's editen, zodat het allemaal klaar is. En dat is wel mijn voorbereiding voor de toernooi. Of misschien moet ik lunchen. Misschien moet ik dat doen. Even kijken hoe laat het is. Oké, we zitten nu weer in de Blue Frog. Zoals we iedere dag zitten. Ik heb ben weer uitgenodigd de meiden om wat te eten. En ik dacht, ik zal ze even voorstellen. So, here are they. It's Roxy from Sweden. Maya Kay. That's not your real name, right? No, Maya. Maya from Sweden. And Charlene from Germany. Roxy is your real name. Or Roxanne, Everyone calls me Roxy. Okay. So now that you have seen them, you know that I don't have imaginary friends, but they're real. And you should follow them on Twitch while you stream in Swedish. Yeah. So follow them on Instagram. Ja, zo lekker. Ik hou van salades. En hier hebben ze echt de beste salades.
venue. And I'm with my duo partner, Lisa. And she gave me this notebook. And I was like, what is it? But she actually studied English last night. So it says, close to you. And then here's the Russian verse of that. Left, right. I'm healing. Let's hold here behind the tree. It's so freaking cute. I like it. Ik had net bij de hele grote supermarkt, zoals je kon zien waar ik was, deze Red Bulls gekocht. Dat zijn, die zijn geïmporteerd, want hier hebben ze hele andere Red Bulls. Maar die mag je dus niet op je tafel hebben staan. En aangezien ik gisteren echt zo heel erg moe werd van het wachten tussendoor, dacht ik, ik ga echt Red Bull nemen. Dus als de match is, na de eerste match ga ik Red Bull drinken en dat heb ik dan hierin gedaan. Zit er nou een glitter in? Ja, er zit een glitter in deze. Oh, wauw. Zo mooi. Maar in ieder geval, deze mag je wel op je bureau hebben als enige. Dus geen telefoon, geen camera. Dus ik kan ook niks vloggen vandaag. Maar ik heb gevraagd of mensen clipjes willen maken. Zodat ik die misschien in hierin toe kan voegen. Dat zou wel leuk zijn. Maar goed, hier zit dus mijn Red Bull in. Even het momentje vastleggen dat ik weer aan de chai. Nee, dit is geen chai. Dit is green jasmine tea. Met latte. Ja, het kan niet op, joh. Lekker! Het ziet er niet lekker uit, maar het is echt heel lekker. Ja, even een klein updateje. We zijn nog niet begonnen. Het is nu 4 uur. We gaan de tweede testgame doen. De eerste testgame ging best goed, vond ik. Ja, het verschil in taal is wel echt heel lastig. We kunnen bijna niet communiceren met elkaar. Maar na de game ging het via Google Translate. Vroeg ze me of ik misschien in drukke steden wilde landen, want ja, dat vond zij fijn. Weet je, zij is de pro-speler hier, ik niet. Dus ik zeg, fine with me. Dus we gaan nu bij Nan landen, alle games, als het kan. Dus ik ben wel benieuwd. Ik denk dat dat ook beter is. Het is beter voor mijn confident, weet je wel. Dan kom ik er lekker in. Dus daar heb ik wel vertrouwen op. Dus ja. Ik heb een klein foutje gemaakt. Sorry, daar wordt heel veel gepraat hier. Maar ik heb dus een klein foutje gemaakt. Ik had namelijk gewoon wat opgeschept en ik dacht, oh, beef met beans, weet je wel. Lekker, lekker, lekker. Dus ik stop zo'n bean in mijn mond. Was het een groene peper. Heet, mijn lippen, echt legit, staan nog steeds in brand. Dit is gewoon zeer. Ik heb kauwgompjes. Van die aardbeienkauwgom, echt super smerig. Maar het schijnt wel een beetje weg te trekken nu. Echt heel fijn, want over 20 minuten moeten we spelen. Het gaat zo beginnen. Dan moet ik alles van mijn tafel, dan mag ik niks meer bij de hand houden. Dus de camera gaat nu ook weg. Ik ben benieuwd wat het volgende clipje zal zijn. Jullie gaan zien hoeveel ik eindig. Ik weet het nu nog niet, maar jullie hoeven alleen maar even door te scrollen en je weet het. Hoeveelste ik ben geworden vandaag. We gaan het zien. That's where it gets tricky, because it's a popular spot. Do you want to take those fights early? Because if you take those fights early and that's how you die, you have no chance of getting the top five for placement for points. You're going to have no chance of getting the kills because you're going to be out of the game. So do you play for the late game and don't force the fights? Or are you going to go aggressive early and try to take initiative? Well, that's kind of the other side of the coin on that, though. Because if you pull off one of those fights, that means you won't necessarily have a good spot that you can easily go to as your plan B. You may have to drop and then like find a vehicle to drive there or do a lot of running before you scrimming a little bit, but they haven't really had a chance to play against each other. So sometimes you do see games like scenarios where everyone lands on top of each other and then it takes a few games before they but get look at this as well though. The circle, this is actually going to be there's fun to watch. No one in here. Everyone jumped out of the plane so early. You see them in the northeast part of the map. Majority of them there. No one went dock, sadly. And actually, in the circle right now, there's only six teams probably. We have a team in the ruins that are going to be in the best position to be safe. But there's going to be some trouble here with everyone rotating over to get into the circle, the initial circle, especially if they want to decide to use from the river. It's just going to be a bloodbath trying to get across. Also, important thing to mention here, for those of you guys who are used to see competitive play in squads, normally we keep talking about how the fourth circle has to shift away from water. That's not at all the case here. That is not part of the circle settings here. So we could keep going with the water inside the circle for a very, very long time up until the very end. Yeah, and another thing we never really talk about that I kind of want to bring up now with you is like, so because it's oh, there we go. There's the first vehicle of the, yep, of the, there you of go, the event. So that would be Lizzie. I'm trying to find out. And Paleo. Side team 12, it can be a little cheating on you because team 21 and 12 does look very much alike, both in numbers and colors, but they are indeed two different teams. She's considering, does she want to take these shots? But look at this behind her. Elizabeth and Matthew coming down the hill.
Very interesting call by the teams here not to leave their compounds early and get within the circle and cross the water. Exactly. They are all trapped right now. Only if this fight goes away, I think it might go. There's only going to be one team maybe that even survives all this because everyone's so close together. Fortunately, there's no teams around boot camp. Exactly. Oh, wait, there are people in the water. And opens it. Oh, actually, it gets a really, really good instant frag onto Elizabeth. Holy moly. What a reaction play coming in from Taryn right there. Finishing nades coming in as well. Matt, I like to a see close. It. Like to see it. Use that utility smile. Does manage to get herself the finish off. That's going to be points guaranteed for them. Blues. And now for Mathia. Has to make the run for it. Gets spotted out though. Taryn catching it at the double. And it happens. Great, great plays coming in from Taryn right there. Really good. Getting an extra two kills. Three on the round so far. They went off, I believe, in 15th last round. Overall, come on, boom. You force a nade to the right, and then you nade to the left, and that might have been the advantage of having the two Chinese players on the same team. Mm-hmm. They would be able to communicate that when otherwise you have no chance of having that kind of synergy with any of the other teams besides the Watch two this. Teams. This is my favorite point of the entire boom. Game. That Whack. Was nice. Whack. Reaction play you even right saw, off Yeah, the we even saw the Chinese cast as well. When that happened, they yelled. They're crazy. Like, woo! Because no one expects that. You're expecting Taryn to actually get off. The door open. Elizabeth is there just holding that angle. Exactly. Just goes to show. Well, no, but the thing is, is that Taryn? One more team to die. Would you rather try and force it around, maybe die to the blue and not get those, or will you hope that other people are in worse positions than you, and then just try and like bite the sour apple and wait for it? Because right now only five teams remaining, and you can see Elizabeth. She heard people above. She's making the slow crawl on forward. And it's a hard decision to make when you're in Helen's team's position. Mm. Do you just sacrifice knowing that you're not going to win the game and just go replacement, or do you try to find a way? Either way, they're going to get in. They're going to survive another circle they're at least. The circle now. Elizabeth and Matthew moving up on Karina and Cao Pan Nam. Elizabeth goes down. Sanson was not in position to help whatsoever. Now you see they actually made the run for it further down, but they were forced to go back down towards their teammate. Seven does go down. Lele gets the finish off. Elizabeth down as well. Matthew all by herself now. Does get taken out in the end. Karina, Vector, great no shots there. Vector, no attachments, not going to come in handy. Sansa and Lele taking a one-on-one battle up there. Lele, who took out their teammate earlier just now, down to a one-on-one. Hazard chip down. On the southern side, there was nobody holding the whole western side, but it's a mental thing. Oh, the river is more narrow here, means it's easier to cross. Everybody thinks the same, and there was chaos. Water is deadly, and we do it know is. That. It's utilizing this Mathia and Elizabeth. They're slowly making their way closer towards them. You see, they're trying to see if they can get the third party shot. That's always what you want to do. Even though you have a team next to you, if you know for a fact that they're not pushing you, might as well just look at the people that are shooting. Because if they're shooting at the other team, odds are they'll be out in the open. You have an angle on them. Yeah, Mayapai and Katarina are in a difficult situation. No vests for getting, either of them either. Yeah, they're getting shot at from the compound. They have the team in them as well. The new circle coming in. They are in the circle and are safe, so they don't need to do anything too drastic, but they do want, because you have a commanding lead, so you don't want to do anything too hasty or too risky that can make you end up in the bottom and get 0 or 1 point or whatever it may be. So you want to play. And I guess all these guys are thinking the exact same thing. Boot camp is where it goes down. Maybe they're all out back talking. Like, maybe are you guys going to win now? Are you guys going to win now? You want to fight in boot camp? Yeah. Sure, let's go for it. They might have talked about, you know what, let's not try to screw over the players that are trying to still win this. Oh, that could be a mess, though. Will be just exactly right that. Elizabeth getting her, I believe, first kill of the tournament, but it's not too late for those to come in. We do see Mask going down, unfortunately. So Dabby all by herself. She needs to figure out how in the universe. It's not too late for those to come in. We do see Mask going down, unfortunately. So Dabby all by herself. She needs to figure out how in the universe am I getting out of here, and am I even going to be able to do so? In all fairness, Matthew and Elizabeth, they have been dropping here every single game. So it's only fair that they get a fair share of the cake. But unfortunately, Elizabeth does go down May, securing herself a point there. And now it's all up to Marcia to see if she can get herself some points. Yeah, Dabby needs to get out of the situation as soon as she can. Or he's fighting the last game. Lizzie got second at previous game, so they're still in the hunt. Yeah. But this is one of those teams that need a good placement with kills in order to take over that top spot. And not only do they need a good placement with a lot of kills, but they cannot allow for Little Big Whale and Ting or for Sunny and Mametazo to get kills themselves, because they will just, I mean, it doesn't matter how well they play, if the guys above you do equally well, you're not going to do any sort of catching up. Sanson, though, on the vehicle, just going to slam it into the rock here. Her and her teammate, I mean, there's so many fun things going on right now. And this is what the top... We're seeing half the server in boot camp and Paradise. You know, something to take in how many teams are in boot camp? This is a public game. Something to take in consideration. Most of these teams that are in this boot camp right now. I just want to watch this. This is insane. Like, we have no chance of winning, though, besides Mask. No, and Dabby. They just want to shoot people up, and that's exactly what's going to happen. Yamro already taken down Dabby, winning the last game, getting the first knock, and finish. Oh, that's going to be a double kill for Dabby. What a way to start the game.
I believe they're the only ones in here that actually have a chance to. I think they're up there in the score. Yeah, because they won last game. Yeah, but they're surrounded by so many people. What How is are they going to get out of this? Going on? And look at this, though. The poor Dox players. The circle is hard northwest. No, that doesn't matter. There's no one around them. Everybody's sitting up here. It's still a pain, though. Either way, look at all these people That's still why going I don't in there. Go Ducks, by the way. Dabby playing, Dabby playing the high ground on the roof or teammate, not necessarily with their mask playing on the outside. Very difficult to get out of this situation with all these teams here. Wow, I would not expect to see this. But then again, desperate times do call for desperate matter right now because all these people in the boot camp. I mean, it's amazing. It's great to see. I love it. Either way, we got a few teams down to one player that are in here. We have Dabby and I think Matthew right there by herself. Yeah. Also, as well, May 2 is by herself. We have two teams full of players. CC and I think it's Yaza as well moving in from the north, trying to squeeze them off. Everyone's still pinning here, but it's gotten a lot more quiet now. Everyone's being a little more timid about getting picked off. Mathia sitting all by herself with the Car 98 in hand. Over the fact that it's not the snow map, so you cannot get yourself that nifty level 3 gear on the ground. She does have the M16 for up close fights, though. We'll pull this out. She's just playing safe right now. Palilight and Lissy. Dat waren de games, jongens. Ik ben nu weer terug in het hotel. Eerst wil ik even zeggen dat ik echt super blij ben dat ik hier ben. Het is super leuk. Het is echt een ervaring. Ik geniet echt van alle momenten. Ook de momenten dat ik gewoon doodgeschoten word. Super gezellig met die meiden. Ja, ik geniet. Dus laten we daar even mee beginnen. Dan gaan we even terugkijken naar de games. Uiteraard, zoals je hebt kunnen zien, is het niet echt helemaal goed gegaan. Eerste game was heel raar. We hadden de eerste twee games eigenlijk technische problemen. De eerste game was een beetje slecht gegaan. Omdat, dit was echt zo kut. Ik had mijn headset op. Gewoon hoe ik hem altijd op heb. Heb ik de hele dag mee gespeeld. Alles ging goed. Gaan we in de officiële game. Weet je wel, al die testgames, alles ging goed. Gaan we in de officiële game. Is er plotseling mijn audio omgedraaid. Gereversed. Dus als ik links iemand loop, hoor ik ze rechts. Dus ik dacht de hele tijd dat er iemand om me heen liep. Maar dat was dan mijn teamgenoot. Maar dat was dan andersom. Nou, op een gegeven moment kwam ik erachter dat hij verkeerd om zat. Maar ja, ik kan niet mijn headset om. Ja, ik had mijn headset niet verkeerd om. Ik had mijn headset gewoon goed op. Maar for some reason was die omgedraaid. Iets technisch met de computer of mijn headset of de game. Ik weet het niet. In ieder geval, super, super kut. Ja, weet je, ik geef niet graag iets de schuld. Maar als je geluiden verkeerd om zijn, dan kun je echt helemaal niks. Want ik dacht dus dat ik van achter geschoten werd, maar ik werd van voren geschoten. Weet je wel, zo kut. Sorry, ik ben voor scheldwoorden. Dus ja, dat was gewoon, die game wil ik ook gewoon snel vergeten. We zijn 20ste geworden. Dan de tweede game deed de Teamspeak niet. Een van onze headsets werd niet opgepakt. Dus we konden niet met elkaar praten. Dus dat was ook jammer. Ik weet eigenlijk niet meer. Volgens mij werden we 19e toen. Maar ik weet het niet zeker. Nou, toen hadden we alles eindelijk gefixt. En toen de derde game werden we 5e. Nou, kun je zien. Toen ging het gewoon wel goed. Hoe we wilden. Maar helaas krijgen alleen top 1, 2, 3, 4. Die krijgen punten. En 5 heeft gewoon dikke pech. C'est moi. Dus dat is echt gewoon story of my life. Ik word altijd tweede of net buiten de prijzen, weet je wel. Nou, dat was dus derde game. Nou, toen wisten we wel van, hey, we gaan echt niet meer winnen. Dus we gaan nu voor de kills spelen. Overigens wisten we niet dat je voor kills punten kreeg. Dat was helemaal niet duidelijk van tevoren hoe de puntentelling werkte. Dat is misschien ook een foutje van mij dat ik daar niet achteraan ben gegaan om dat te vragen. Nou, toen zijn we de vierde en vijfde game voor kills gegaan. Gelukkig, Elisabeth had 2 kills. Waardoor we 1e laatste zijn geworden. Wat mijn goal gewoon was. Niet laatste worden. Dus het is gewoon gelukt. Ik ben super tevreden. Uiteraard ga ik wel voor iets hoger morgen. En overmorgen. En weet je, overal wil ik echt niet 1e laatste worden of laatste. Dus ik ga echt mijn stinkende best doen. Echt. Ik wil sowieso ook een kill. Want dat heb ik nog steeds niet. Ja, ik baal gewoon dat het eigenlijk niet helemaal speel zoals ik wil spelen. Mijn hartslag was echt gigantisch hoog. Ik denk dat ik dicht tegen een hartaanval aan zat. Dus ja, weet je, dat zijn gewoon jammer. Maar dat is gewoon hoe ik werk. Ik kan niet presteren onder druk. En ja, ik hoop dat ik dat de aankomende dagen wat beter onder controle kan houden. En dat ik gewoon wat lekkere kills kan pakken.
En dat we gewoon een leuk toernooi van gaan maken. Ik heb hoe dan ook een super tijd hier. En die meiden zijn allemaal super leuk. Een vriendin van mij hier. Die was laatste geworden. Dus we hadden echt zo'n grapje. Oh, we zijn eerste en tweede van onderen. Yay. Weet je. Life is fun. Weet je. Ik ben super blij dat ik hier ben. En ik wil de mannenschap trots maken. Dus ik ga mijn best. Ik ga nog beter dan mijn best doen. En hopelijk halen we morgen wat meer kills. De mat squat is echt de beste squat ever. Alleen maar booties in de chat. En jullie hebben allemaal clipjes gemaakt. Echt dankjewel. Dat vind ik echt zo top. Dankjewel, 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 dankjewel. 3 Red Bulls in mijn mikker. Dus vandaar ook die hartslag waarschijnlijk. Ga ik morgen dus niet meer doen. Geen Red Bull drinken. Alleen maar water. En verder ga ik nu slapen als het lukt. Als die Red Bull een beetje uitgewerkt is. En dan hoop ik jullie allemaal morgen te zien bij een nieuwe video. Ik vond het in ieder geval heel leuk deze vlog. Geef het een duim omhoog. En dan zie ik jullie heel graag morgen. Doeg!